Mike, ik stuur straks maar een factuurtje voor dit. Komt er nog iets van een ding dat iemand iets zegt? Of is het gewoon een muziekje alleen maar? Dit is de magische mondharmonica, toch? Ja, ja. Klopt. Is er niemand die zegt de magische mondharmonica? Nee, nee. We hebben daarvoor heb jij de magische mondharmonica daarboven staan. Ja. En daar is Matthijs natuurlijk degene die dat netjes aankondigt. Dit is alleen maar het muziekje. Oké, nou, maar het gaat dus eventjes om de magische mondharmonica. Dat is een heel, heel mooi item bij jullie. ik dacht in één keer aan dat ik ook een instrument bespeel. Ja. En die had ik nog ergens thuis liggen op mijn kamer. En dat is de kazoo. Ja. Ken je dat, de kazoo, Mike? Jazeker. Ken je dat, Rick, de kazoo? Ja, nu wel, maar eerst niet. De kazoo, dat is dus dit dingetje. Ik laat hem even van de camera zien. Maar lijkt het op een soort van crackpijpje? Ja. Daar lijkt het heel, ja. Daar lijkt het inderdaad op. En als je er dan op neuriet, dan komt er heel mooi geluid uit. Ja, ja. Nou, goed, dat is een mening, maar... Hebben jullie een verzoekje dat ik even dan kan laten horen hoe het klinkt? Nou, Killing in the Name of Love van Rage Against the Machine lijkt me een uitstekend moment. Kijk, hij de mengtafel nemen onder speech. Maar ik heb dus een aantal liedjes. En dan is het even aan jullie om te raden. Of we doen het echt even in Saturday Mike Fever stijl. Er ook nog een plaatje tussendoor komt. Ja, dat kan prima. Natuurlijk ook. Ja, prima. En dan komen we er zo meteen nog gewoon even op terug. Voordat we dat andere nog hebben. Maar dan ga ik nu ga ik die fragmentjes nu doen. Ja. Nee, wacht. Het zijn er te veel anders. Ik doe ze maar meteen aan. Kom, ja, dat is makkelijker. Nou. Oké, ik doe deze weg, want het klinkt de Efteling-achtig. Dat klinkt als een pingwin die op een verkeerd moment op een verkeerde plek was. Ergens. En... Op een zaterdagavond. Het is... Heb je geen idee, Rick? Het is... Jij had het kunnen weten. Oh. Ik vond het begin nog leuk, maar daarna werd het een beetje hysterisch. Ja, maar dit is het nummer. Doe nog één keer. Wacht even. Is het gewoon een popnummer of wat? Ja. Oké. Oké. Ja, daar moet je... Nee, dat niet. Oh. De eerste stukje was goed. Geen What does the fuck say? Oh, maar wat is dat hier serieus daar dan? Ja, maar het is één toon wat je doet. Dat is echt niet goed. Je moet af. Ding, 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 ding. Ja, dat kan ook. Maar dan krijg je... Ja, dan had ik het geweten. Ja, ja. Oké, tweede. Ja. Moet ik even denken hoe je ook alweer ging. Oh ja. Ah, die weet ik wel. Ja, jij hebt de neuriet hem goed, Mike. Nou, als ik hem goed heb, dan weet Mike hem sowieso niet. Nee, dat denk ik. Maar nou ja, je kunt natuurlijk het origineel, maar... Het origineel? Ja. Oh, dan heb ik hem fout. Wat dacht jij dan? Nee, dat zeg je niet. Jawel, zeg het, zeg het. Zeg het, Rick. Ik dacht Aura van Lady Gaga. Nee. 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 Het was Broodje Jam. Oh, jezus. Nooit van gehoord. Van Duo Confituur, van Maggie, die we laatst... Broodje Jam. Vreet ik me klem. En de laatste, die is het allermoeilijkst. En die andere waren moeilijk. Oké. Nee, komt niet aan. Oh. Ja. Oh? Ik denk dat ik het weet. Nou? Je hebt, ik denk Nightboy to Cairo van Madness. Nee. Het was... Zou ik deze gewoon zeggen? Ja. Het was The Last Post. Ken ik niet eens. Nee. Ik denk, als ze nu meegeluisterd hebben, dat jij volgend jaar op 4 mei op de Dam in Amsterdam... Dit staat te blazen. Ik denk het ook, ja. Nou, jullie zijn in ieder geval af. Dat kan ik wel zeggen. Hè?